Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. In 2015 was bij ons de gast Diane Janknecht van Wisenose. Je bent nu weer bij ons terug om bij te praten hoe het gegaan is sinds die tijd. De kop van het artikel destijds luidde: wij maken het internet geschikt voor kinderen. Als je nu een eenregelige pitch doet, hoe luidt die nu? Ja, redelijk nog hetzelfde, maar alles is eigenlijk in het Engels geworden, maar een internet for education for students. Dus kinderen zijn een beetje van afgezet, meer leerlingen en studenten. Ja. En laten we even bij het eerste stukje beginnen. Je zegt, nu zou ik het in het Engels zeggen. Hoe is de stap van Nederlands naar Engels gegaan? Ja, nou, we hebben altijd de Nederlandse markt als een testmarkt gezien. En ook, we zijn absoluut in het Nederlands beschikbaar. Maar het hele verhaal van Wisenose draait om global impact. Eigenlijk het probleem wat we oplossen is wereldwijd hetzelfde. Dus daardoor is het product wat wij maken, heet ook The Web for Classrooms. Er is geen Nederlandse naam meer voor, omdat we eigenlijk één naam willen hanteren. En vertel eens nog even, want heel veel mensen weten het niet. Wat is het probleem? Ja. En wat is jullie oplossing? Ja. Dus wat wij zeggen is dat het internet een fantastische mogelijkheid is om allerlei informatie te delen. Maar als je informatie op het internet wil gebruiken voor in een educatieve omgeving of als informatie, als je er iets van wil leren, dan zijn eigenlijk de huidige zoekmachines om die informatie te vinden niet geschikt. En daardoor is het eigenlijk heel jammer dat het internet voor een hele grote groep gebruikers niet geschikt is. En waarom is dat zo? En dat komt omdat het eigenlijk op drie punten tekortschiet. Als eerste zal het je niet verbazen dat als je zoekt naar een term, zeg DNA, dan krijg je een heleboel resultaten die niet relevant zijn. Dat komt omdat de zoekmachines werken op basis van commercie, search engine optimization. Dus heel snel komen er allerlei commerciële resultaten voor. En als jij iets over DNA wil weten vanwege jouw educatie, dan wil je helemaal niks willen kopen of video's zien van een popgroep die DNA heeft. Dus één, relevantie. Dan het tweede probleem is de betrouwbaarheid. Het staat er natuurlijk vol van, maar een heleboel websites zijn fake news of geschreven met mensen, door mensen met een mening. Soms door leerlingen of studenten, hartstikke goed, maar toch niet helemaal betrouwbaar. Het is best wel ingewikkeld om te achterhalen of iets betrouwbaar is, ja of nee. En dan het derde probleem, en dat is eigenlijk het grootste probleem, is dat de meerderheid van de informatie online is veel te ingewikkeld geschreven. En dat is voor een hele grote groep gebruikers veel te ingewikkeld. En dus als jij met Google of Yahoo of Bing of Baidu aan het zoeken bent, dan moet je één op zoek naar relevantie, betrouwbaarheid, maar ook nog eens iets vinden wat geschreven is op jouw leesniveau. Nou, dat is zo goed als onmogelijk om te doen. En in het Engels heet dat dan... Maar nu noem je allemaal verschillende dingen die ook allemaal waarschijnlijk verschillende oplossingen vragen. Ja, precies. Want wat doen jullie om dit behapbaar te maken? Nou, daar dus... het is onze... Kijk, de eerste kan ik me voorstellen, herinner ik me ook van 4 jaar geleden. Dat jullie een lijst gingen maken in het begin van websites die betrouwbaar zijn. Ja. En die zoekresultaten komen hoger. Ja. Ja, dus eigenlijk doen we een paar dingen als je dus een internet voor educatie wil gaan ontwikkelen. En dat is, als eerste moeten wij in staat zijn om het leesniveau van bepaalde teksten te gaan herkennen. En daar hebben we dus een algoritme voor ontwikkeld. En die herkent het leesniveau, maar die koppelt dat ook aan het lokale schoolsysteem. Dus hier in Nederland kunnen wij zeggen, nou, deze tekst is geschikt voor groep 7 of 2 VMBO of 3 MBO. Kan je matchen. En dat is natuurlijk gebaseerd op gemiddelde. Dus een 5-puntschaal, 5 verschillende leesniveaus. Maar dan een nog veel grotere taak die we moeten doen is wat je noemt het internet cureren. Dus we gaan op zoek naar websites die relevant zijn voor in een klasomgeving en betrouwbaar zijn.
En dan vragen wij een hele grote teachers community van... vinden jullie, klopt het dat deze website inderdaad betrouwbaar is en relevant voor in de klas? En als die zeggen, ja, dat klopt, dan gaan wij kijken. Stel, we nemen de BBC, van nou, welk gedeelte van de BBC is geschikt voor studenten, jongeren, kinderen? Dan nemen we dat stuk op in onze contentcollectie. En vervolgens neemt de technologie het dan weer over. Die geeft van elke pagina aan wat het leesniveau is. En een crawler gaat continu op zoek naar of er nieuwe informatie staat. Nou, en zo creëer je dus een grote contentcollectie van miljoenen pagina's. Inmiddels 11,5 miljoen pagina's. Van betrouwbare, relevante informatie die je kan selecteren op jouw eigen leesniveau. En je zegt, toen we over de taal hadden, zei je, ja, we richten ons op een beetje internationale markt, maar tegelijkertijd, hè, dat Engelstalige, dat geldt voor Amerika, dat geldt voor Engeland. En Nederland is Nederlands toch echt de belangrijkste zeker, taal in ja. Duitsland, Duits, in Frankrijk, ja. Frans, et cetera. Dus in Europa. Ja. Dus richten jullie je daarmee dus vanaf nu of sinds de tijd primair op Engeland en Amerika eigenlijk? Zijn dat nee, dus we hebben nu in onze contentcollectie eigenlijk het hele Nederlandse internet zitten. En we zijn goed op weg om het Engelstalige internet te cureren. En onze technologie is in staat om Spaans, Duits, Arabisch, Mandarijn allemaal aan te kunnen. Alleen is het een kwestie van geld en focus. Ja. En dus op dit moment kiezen we voor Engels. Is er gesproken? Eén of Ajax? Niet. Nee, ja. 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 Ook al een bal op de lat, hoor. Ja. Sorry, mensen, sorry. Ik zat wel te luisteren. Ja. Zag jij hem luisteren? Ajax, nee, ik hoorde dat je. Ik zat namelijk verbaasd te luisteren dat je zegt dat je talen als Mandarijn aan kunt met een algoritme wat je ontwikkeld hebt voor Nederlands en Engels. Ja, en dat heet Natural Language Processing, die precies. Technologie die je daar... En dus we zeggen, dan moet er kunstmatige intelligentie om de hoek komen dus, kijken. Ja, Wisenose is één en al AI, dus Artificial Intelligence. Dus we pakken eigenlijk drie verschillende technologieën, Deep Learning, Natural Language Processing en Information Retrieval. Zover de technologie. Ja. Ja. Maar dus nee, om jouw antwoord te beantwoorden, we hebben nu het Nederlands en het Engelse internet. Maar juist in Azië is de vraag naar Engels als een tweede taal gigantisch. Eigenlijk plannen we na de UK de stap te maken naar het oosten in plaats van naar het westen. Okay. Alleen er spelen ook alweer hele mooie opportunities in Engeland. In Amerika dus. Misschien ook nog wel. Ik wil eigenlijk wel even terug naar het begin. Ja. Je geeft eigenlijk twee heel verschillende dingen die je doet, herinner ik me ook nog van 4 jaar geleden. Aan de ene kant op leesniveau kunnen aanbieden van teksten, wat ongelooflijk belangrijk is. Klassificeren, dus aanduiden van het leesniveau. Hè? Wij passen nooit een tekst aan. Het enige nee, maar doen, het, ja, inzicht het, geven. Het aangeven van, nou, dit is, weet je, als jij in groep 7 van de lagere school zit, ja. Dan is dit een geschikte tekst voor jou. Ja. Want dat begrijp ik goed, hè? Klopt, helemaal. Zit je op de universiteit, gelden andere... Zeker. Tegelijkertijd zijn jullie met betrouwbaarheid bezig. Het eerste kan ik me voorstellen dat je daar op basis van algoritme. Contentanalyse, taalanalyse, algoritmes, ja. Dat je dat geautomatiseerd zou kunnen doen. Het tweede, is dat niet... Wel... Nou, dat is heel scherp van je, want daarom is dat tweede stuk... Cureren is per definitie monnikenwerk. Ja, maar waar je helemaal gelijk in hebt, is dat daar ergens een handmatige check in zit. Dus wij kunnen daar nog niet de technologie 100% vertrouwen. Wat we wel doen, onze tech die hangt zeg maar boven het internet en die kan wel websites herkennen die informatieve content hebben en die zich ook richten op jongeren. Zover kunnen we gaan. Maar de betrouwbaarheid is absoluut een handmatige. Maar ook niet de mening van Wisenose, want dan krijgen we meteen te horen van, maar jullie bepalen wat erin komt. Wij hebben geen mening, daarom vragen wij het akkoord van de teachers community, van docenten en leraren. Zijn jullie het ermee eens dat dit een betrouwbare bron is? Ja, en dan zei je net vrij achterloos, ja, aan het Nederlandse internet hebben we eigenlijk wel... Ja, die stelling durf ik redelijk hard te zeggen, dat wij
van de... Maar waar hebben we het over? Over krankzinnige volumes? Nee, en dat is het rare eigenlijk. Dat is best wel een constatering die zorgelijk kan zijn of een misvatting van mensen. Maar we hebben nu... Doe je het puur op afzender? Zeg je Wikipedia is per definitie betrouwbaar en NOS is per definitie betrouwbaar. Ja, dus wij hebben unieke bronnen. Je gaat niet op artikelniveau kijken. Nee. Oké, en dat verandert dan ook. Ja, en om je een idee te geven, in onze contentcollectie zitten nu 4 miljoen pagina's voor het Nederlandse internet. En hoeveel bronnen heb je dan in Nederland? Ja, daar ben ik een beetje terughoudend in om daar... Waarom? Daar zitten een paar dingetjes die natuurlijk wel... Die we een beetje onder de motorkap houden. Maar je hebt het niet over duizenden. Waarom zou je daar geheimzinnig over doen? Of dat er 700 of 7000 zijn? Of 73 of 8? Nee. Ja, kijk, we zijn er ook niet extreem geheimzinnig in, maar het is zo interessant wat we doen, dat ik weet dat er wel echt partijen ons heel erg in de gaten aan het houden zijn. Dus ik ben eigenlijk heel erg open boek. Alleen er zijn een paar dingen... De kracht is daarvoor, wat je net zei is, hè, dus wat de Lulat ook zei... Dus een deel van het arbeidsintensief. De kracht van het arbeidsintensief is, als alles wat jullie gedaan hebben, bouw je een voorsprong op met de concurrentie, zeg maar. Hè? Want dat is best lastig om in te halen, alles wat jullie handmatig hebben gedaan. Ja. In Nederland, dus want die wou ik nog even op terugkomen, want je zei later, het is meer education geworden. Betekent dat ook dat de doelgroepen opgeschoven zijn in leeftijd? Want in mijn herinnering zaten jullie heel erg op de basisschool. Ja, precies. Ja. En dat is echt veranderd. Want wat ik niet had verwacht is dat de vraag naar onze oplossing eigenlijk bijna het grootste is bij beroepsonderwijs. Echt waar? MBO, ROC's. Gaat het dan meer om het leesniveau dan om de betrouwbaarheid? Nee, het gaat om allebei? Echt die combinatie van. Okay. Dus als jij een beroepsopleiding doet, jij wordt opgeleid tot verpleegster of automonteur, dan naarmate je ouder wordt, neemt de rol van het internet in jouw lespakket toe. Dat begrijp ik ook heel goed, want het is ook belangrijk dat je wel met het internet om kan gaan. Alleen... De capaciteiten van die studenten, die laten het echt niet toe om zelf betrouwbare, maar ook met name leesbare informatie te vinden over hun beroepsopleiding. En je ziet dat we daar eigenlijk nog met iets anders bezig zijn, waar ik wel heel enthousiast van word, is dat het bekend is dat heel veel studenten die klaar zijn op een ROC, die gaan werken, maar er is best wel een grote mismatch met de vraag van de werkgevers. Dus ze worden opgeleid in iets en dan gaan ze werken en dan zegt die werkgever... ja, maar ik moet jou gaan bijscholen, want het is niet up-to-date. Ja. Nou, door de juiste bronnen te gaan crawlen en ook te gaan kijken naar wat zijn de grote werkgevers... kunnen wij de laatste informatie van de markt ook gaan toevoegen... waardoor studenten gewoon beter aansluiting hebben met de marktvraag. Maar zijn er dan weer partijen vanuit die markt die daar speciaal informatie inhoud voor maken? Voor jullie? Dus bijvoorbeeld een Tesla, hè, je wordt automonteur, dan kan je opgeleid worden in Opel-technologie, maar even wat. Vaak zitten docenten best wel nog op hun eigen kennis, niet altijd de laatste natuurlijk. Nee. Maar die werkgever, die wil een automonteur die Tesla-technologie kent. Dus Tesla heeft daar allerlei educatieve informatie voor gemaakt. Nou, daar zijn wij voor naar op zoek van, hey, kunnen we die vinden? En dan gaan we die aanbieden. Ja. En als je dus... hoe zijn jullie erachter gekomen dat deze scholen, dit type scholen... juist geschikt waren voor de inhoud die jullie brachten? Ja. Dat is eigenlijk toch echt gekomen door heel veel gesprekken te voeren met potentiële klanten. En te merken dat ineens in die mbo-hoek de vraag naar wat we maken, Internet voor Educatie, heel erg groot was. Ja. En hoe werkt jullie businessmodel? Waar komen die inkomsten van? Ja, we werken op basis van licentie, SaaS, Software as a Service licentie. Gaat het per school?
Nee, ja, nou in die zin, de gebruikers zijn studentenleerlingen. Ja. De grote beïnvloeders zijn de docenten of leerkrachten. Degene die echt bepalen van wil ik hier geld voor, voor betalen zijn scholen of opleidingen, grote ROC's. Maar het kanaal waarmee wij die bereiken, want wij verkopen niet rechtstreeks aan scholen, is ofwel via educatieve uitgeverijen, ofwel via platform providers in een school. Dus bijna elke intranet-achtige, ja, dat bedoel je? Ja, precies. Ja. Ja, ja. De IT-omgeving. Dus de IT-omgeving waar een kind of een leerling zich aanlogt. Want die bereiken meteen een heleboel scholen. Dus wij kijken echt... Ik durf te zeggen dat moet we... Moet ik dan denken als platform, ik heb een dochter, dus 16, die zit op het middelbare school. Dingen als SOM, dat soort inderdaad. Platformen. Ja, okay. Precies. Ja, ja, dat soort partijen. Dat zijn soort waar je cijfers kunt zien, waar je opdrachten, je huiswerk, dat zit er allemaal in. En daar zit dan dus ook een hoekje in. Nou, of een searchbalk. Of een searchbalk en dan zoek je binnen jullie. In plaats van dat je naar Google gaat en het niet gaat vinden, ga je nu, dat heb je niet door, maar ga je nu zoeken in die contentcollectie van Wise Knows. En de scholen betalen dus in dit geval, ik noem maar het voorbeeld van SOM, een licentie aan SOM. En daarin zit gewoon jullie dienstverlening. Ja, okay. Ja, precies. Ja. Af en toe wordt het als een upsell verkocht, van je kan het zonder of met. Maar meestal is het eigenlijk volledig geïntegreerd. En bij lesprogramma's, dus de Noordhof en de Malmberg, dat soort de educatieve uitgeverij die echt het lesmateriaal maken, die willen het heel erg gebruiken om hun lesmateriaal actueel te maken. Dus je hebt het over een vulkaan. En kan je best wel uitleggen wat is een vulkaan? Dat is een beetje saai. En bij ons pakken we dan het laatste nieuws van zo'n vulkaan erbij. Dat is een uitbarsting van de Etna geweest. Dan geef je informatie over het onderwerp in een andere context. En dat blijft vaak veel beter hangen. Hey, ik heb wel eens, heel lange tijd geleden deed ik presentaties. En dan vertelde ik dan hoeveel uur YouTube erbij was gekomen in het afgelopen uur. Zeg maar. En dat was heel erg gigantisch. Ik weet niet eens meer hoeveel het toen was. Maar 400 uur per seconde. Dat is zoiets. Ja, dat, is alleen maar extra, dat is alleen maar meer geworden. Dat geldt voor video. Er zit heel veel relevante video in voor iedereen die nu op zoek gaat. Nou, als jij zegt, er is nu een uitbarsting van een vulkaan. Ja. En het gaat over nu, dan is de meest relevante inhoud is die van 5 minuten geleden. Mm-hmm. Ja, niet. 2-0! Nee. Sorry. Ja. Echt waar? Nou, gefeliciteerd. Nou, dat en jij die, ook. Nou, en de mensen gescoord. Thuis allemaal. Briljant die stiftje. Wie heeft gescoord? Ja, een neeres, geloof ik. Neeres, briljant stiftje. Oh, sorry. Okay. Ja, we zijn er bij. Jij bent ook Ajax fan, hè? Zeker. Ja, dus we zitten, zeker. We zitten hier ook een beetje te sufferen. Ja, jij iets meer. Zij moet doorpraten als jij naar je scherm... Jij doet alsof je luistert, maar ondertussen zit je helemaal niet. Ik heb net een paar hele slimme vragen. Jij hebt een hele slimme vraag. En deze, die Erwin wilde stellen, is natuurlijk ook super interessant. Want hoe beoordeel je nou of die video's betrouwbaar zijn. Betrouwbaar, op welk niveau, relevant. Ja. En ik geloof best dat jullie subselectie betrouwbaar is. Ja. Maar dat is maar weer zo'n kleine selectie van het geheel. Ja. Dus ja, afhankelijk van wat ik zoek. Jullie hebben nu bedacht welke bronnen waardevol zijn. Welke onderwerpen misschien wel ertoe doen nu. Maar ik zit in een klas en ik heb bedacht dat ik een werkstuk ga maken over iets heel anders. Over een heel ander onderwerp. Onderwerp, ja. Nou... Maar dat zit er zijn nog. Hoezo dan? Het internet is zeg maar zo groot. Er is zoveel. Ja. Jullie kunnen nooit met die paar mensen en die paar miljoen. Je zegt een paar miljoen pagina's. Dat is veel. Maar dat is eigenlijk helemaal niks als je het over internet hoeveelheden hebt. Nee, dat klopt. En het bedriegelijke is dat het lijkt alsof kwantiteit goed is in dit verhaal. Maar dat is het gewoon helemaal niet. Dus, want als het gaat over nieuws, dan is het niet zo moeilijk hè, om te kijken wat de betrouwbare nieuwsbronnen zijn. Voor jongeren is het heel makkelijk, bijvoorbeeld Jeugdjournaal. En als er iets nieuws is, dan die crawlen we elke seconde. Dus komt die nieuwe vulkaan op Jeugdjournaal, hebben we hem te pakken. Maar op YouTube zit natuurlijk juist het probleem.
Want daar kunnen jullie daar wat mee? Ja, maar niet alleen maar. Hoe doen jullie dat dan? Nou, bij YouTube heb je een heleboel kanalen die geschikt zijn voor in een klasomgeving. Dus zodra wij weten dat het een betrouwbaar kanaal is... Dan kijk je weer naar de afzender van een kanaal. Ja, dan kijken we naar de channel bij YouTube. Dus je kijkt eigenlijk niet naar de inhoud van de video? Wij gaan niet zo ver dat als wij National Geographic opnemen, dat wij elke pagina van National Geographic opnemen. Maar dan laat je dus ongelooflijk veel content liggen. Waarom? Nou, omdat er heel veel mensen, individuen die niet tot jullie lijst van betrouwbare bronnen behoren, ongelooflijk mooie, betrouwbare, goede, kwalitatief hoogwaardige content maken. Nou, misschien dat je op YouTube een paar... Ik denk dat het heel erg meevalt. Eigenlijk kiezen jullie dan voor de hele, bijna, laat ik zeggen, geïnstitutionaliseerde... als betrouwbaar bekendstaande ouderwetse mediakanalen. Nou, ouderwetse, dat geloof ik nou helemaal niet. Dan is de BBC niet betrouwbaar en dan is de NOS en het Jeugdjournaal. Ja, dat geloof ik allemaal wel. En als er een gebruiker of een docent zegt van... Hey, dat is raar, ik mis een bron die ik heel vaak gebruik of een filmpje. Is het één klik op de knop om aan ons te laten weten, ik mis dit. Dan bekijken wij het van, oh, is dat een betrouwbare afzet? En die input die wij krijgen doen we handmatig. Dat kunnen we ook wel aan, want zoveel is dat niet. Nee, ik zit bijvoorbeeld te denken, want dat gebeurt natuurlijk in toenemende mate. Docenten zelf content gaan produceren. Ja, dat klopt. Dus als we dat weten... en het instructievideo's gaan maken. Instructievideo's voor studenten of voor zichzelf? Voor docenten? Voor studenten. Dus echt over... ik ken geschiedenis. Ja, legvideo's van wiskunde. Legvideo's en noem maar op. Ja, dus naarmate we... lastig om... in die enorme brei te beoordelen wat het wel is. Nou ja, kijk, dus dan heb je het over de longtail uiteindelijk. Ja. Dus kijk, ik denk dat het al gigantisch helpt om 80-90% van het grote stuk te pakken te krijgen. Maar als er inderdaad een bakker is die een hele goede website, één pagina heeft over hoe maak ik brood, en dat is geschikt voor educatie, ja, die missen we nog. Ja. En die docent overigens, als die een eigen channel heeft, dan is het binnen no time bij ons opgenomen. Ik denk dat het eigenlijk heel erg meevalt wat we uiteindelijk missen. Die longtail, daar missen we wat. Maar ja, we zijn ook pas 5 jaar oud, dus we hebben nog even te gaan. Ja. En wat ik ook steeds meer zat te denken is, jullie hebben natuurlijk heel lang op Nederland gefocust. Je zei in januari vorig jaar... Zijn we in de UK? Ja. In de UK. Het is natuurlijk, dit is ook allemaal ongelooflijk cultuurafhankelijk. Voor Engeland zullen ze een totaal andere set van betrouwbare bronnen hebben dan in Nederland. Taaltechnisch, maar ook... Natuurlijk. Je hebt een totaal andere contentcollectie, bedoel je? Ja. Ja. Hoe lang duurt het om zoiets op te bouwen? Nou, daar zijn we nu. We zijn nu 5 jaar bezig en hebben 11 miljoen pagina's gevonden. Dus... maar ik denk wel, als wij straks Spaans of zo gaan doen, dan ik denk dat wij binnen 6 maanden een Spaanse internet in kaart hebben. We worden er wel heel goed in. En onze tech wordt beter en het proces wordt beter. Dus, ja. Hoe groot zijn jullie inmiddels? In mensen? Mensen, kantoor. Ja, we zijn, er werken 18 man fulltime bij Wise Nose. Vorig jaar was je met z'n vieren. Ja. En we hebben dus kantoor Amsterdam en in Londen. En nou, ik geloof dat er van die 18, ben me niet helemaal vast, maar 6 Nederlanders zijn. En de rest is internationaal. Ja, dus... De vorige keer had je net een subsidie gehad van het ministerie van Economische Zaken, volgens mij. Dat was ook een belangrijke basis. Daarna heb je nog een aantal investeerders binnengehaald, volgens mij. Ja, nou, kun je daar iets over vertellen hoe dat gegaan is? Ja. En zijn jullie, of jullie al winst maken en hoe dat er nu voor staat? Bijna winst maken. Ik las ergens dat jullie 3,2 miljoen in totaal investeerden. Nou, inmiddels zitten we wel wat hoger, We zitten wel iets boven de 4. Boven de 4? Ja. Ja. Nee, dat klopt. Dus een van de grootste financierders van Wise Nose in het begin is het ministerie van Economische Zaken. Dat is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ja. Die geeft een innovatiekrediet. Dat is heel fijn, want het is geen equity. Dat is een lening
Overigens 7-8% rente. Oké. Okay. Voor niks gaat de zon op. Ja. Dat is echt veel hoor. Ja. Maar dan kan je daarna ook wel wat lenen voor dat soort rentepercentages. Ja? Nou, dat is goed. Dan moeten we daarna straks even doorpraten. Bij de bank kan je nog steeds niet aankloppen hoor. Nee. Maar zij steunen juist die fase waarin je echt met innovatieve technologie bezig bent, maar nog niet in staat bent om te verkopen, omdat je iets aan het maken bent. Ja. En daarna hebben we een groep informele investeerders binnengehaald, die nog twee rondes hebben gedaan. Ja, dus ik heb nog steeds geen formele investeerder bij Wysas. Ja, nou dat is op zich al een bijzonder voor een... Zijn jullie al een break-even? Nou, kijk, die vraag is makkelijk te beantwoorden. Als ik op 10 man was blijven hangen, was ik al lang break-even. Maar mijn spelletje gaat alleen maar om zo snel mogelijk te schalen. Dus break-even is heel fijn, want dat geeft mij minder slapeloze nachten. Ja. Maar dat is niet het spel wat ik speel. En snel schalen wil je over het algemeen als er veel concurrentie op de loer ligt. Is dat... Nee, dat is... Nee, want waarom doe je dat dan? Nou, want ik ben wel... Er zitten ook altijd risico's aan, snelheid? Ja, maar ik denk dat er grotere voordelen aan zitten, omdat het zo hetzelfde is waar we ook naartoe gaan. Maar op een gegeven moment met dit soort proposities is het wel the winner takes it all. Dus als je op een gegeven moment echt gaat... Ja. En wat bij zoveel proposities is, het gaat op een gegeven moment niet om zozeer alleen maar de revenue, maar ook het bereik wat je hebt met de kinderen en met de docenten. Daar krijgen we ook input van. Als je dan kan kijken van wat voor queries worden er gedaan waar helemaal geen informatie voor is, is ook hele interessante data natuurlijk, die weer... partijen kunnen gebruiken om te zeggen van... oh, er is helemaal geen goede informatie over DNA op het laagste leesniveau. Zo. En die kunnen die inhoud dan gaan produceren. Ja, als ze het publiekelijk willen publiceren. Ja. Ja. Je vertelde een paar keer dat jullie met een community werken van mensen uit het onderwijs. Informatieprofessionals, docenten. Hoe werkt dat en hoe krijg je dat levendig? Ja. Ja, nou, daar zijn we nog wel zoekende hoe we die community sneller kunnen gaan bouwen. Maar wat we... Dus één, het werkt door in eerste instantie mensen te vinden die net zo enthousiast zijn over wat je aan het doen bent als jij. Daar begint het mee en met de vooroplopers. Maar wat we in Engeland bijvoorbeeld aan het doen zijn, dat is echt fantastisch. Daar heb je de allergrootste teachers community, die heet TES. En Tess vindt het zo belangrijk wat we aan het doen zijn, dat Tess een hele grote campagne voor ons naar echt honderdduizenden docenten aan het voeren is. Om te zeggen van jongens, je kan het niet maken om te zeggen Google het maar in de klas. En er is een goed alternatief. Ja. Nou, als dat soort partijen, die hebben het bereik. Die hebben echt miljoenen bereik zelfs. Als die je echt omarmen, en dat doen ze, ja dan gaat het hard. Hey, als je de keer dat wij hier spreken met partijen die internationale ambities hebben, dat hebben we natuurlijk veel, en de mensen die het wel geprobeerd hebben, komen toch ook altijd weer terug met het verhaal van ja, cultuur blijft toch wel een heel ingewikkeld ding. Wat heb jij nu geleerd, bijvoorbeeld... De Engelse. De Engelse cultuur bijvoorbeeld. Ja. Nou, wat ik geleerd heb is dat als je... Kijk, ik ben alleen maar op zoek naar echt fantastische mensen die bovengemiddeld zijn. Dat lukt in Nederland heb je op een gegeven moment een naam en dan heb je netwerk en zo. En dat is heerlijk, dan kan je een start maken. Als je naar Engeland gaat, ben je een volstrekte no-name qua start-up, qua founder, niemand... En dan kan je absoluut niet met een recruiter gaan werken. Hè? Want die belt dan toptalent en die zegt, nou, ik heb nu een heel leuk start-up. Daar denk ik, nou, nooit van gehoord. Dus wat ik gemerkt heb, hoe ik mijn talent gevonden heb, want we hebben er absoluut daar fantastische mensen zitten, is door eerst op zoek te gaan naar advisors. Mensen met status in die markt. Wij hebben een paar echt fantastische adviseurs. En om die adviseurs te vragen van... Oké, kan jij mij helpen met een warm recommendation? En als zo'n adviseur zegt van... Ja, maar ja, ik heb nu iets voor je. En daar moet je echt eventjes serieus naar kijken. Nou, dat is een hele fijne introductie. Zo heeft het gewerkt. Ja.
Maar niet met recruiters of zo. Nee, per ongeluk alweer een half uur erop zitten. De slotvraag, ik weet niet of jouw slotvraag is, maar anders is het termijnen. Johan Schaap vraagt, welke milestone of wat willen jullie bereiken? Wanneer ben je tevreden? Laten we niet nog een keertje 4 jaar laten wachten, maar laten we het zo 2 jaar van maken. Het is allemaal global impact. Ik denk dat ik het belangrijkste wat wij doen is dat we door leerlingen toegang te geven tot deze technologie, ze betere resultaten halen. Dat bewijzen we. En ik ben zo gedreven om echt elke leerling wereldwijd toegang te geven tot deze technologie, omdat uiteindelijk het echt alleen maar goed is. Ja, je hebt 3 kinderen die op scholen zitten. Ja, die scholen gebruiken ze daar Wise Notes? Twee zitten op dezelfde school en dat is een gymnasium. Dat is wel mogelijk, maar met name voor tweede talen wordt dat interessant. En de lagere school waar ze alle 3 op hebben gezeten is absoluut een gebruiker. Ja. Okay. Ja. Spannend, steek op nog of niet? Of staan we? Ja, het blijft wel spannend. We staan 2-0 voor tegen Real Madrid. Voor wie dit videootje later on demand kijkt. Het is wel een legendarische avond. Het is de 8e finale van de Champions League. Dus niemand kijkt live. En als je het on demand kijkt, dan denk je, wat zit die gozer op zijn scherm te kijken? Ja, dat is toch wel een vrij belangrijke avond. Ja, dat is toch best wel legendarisch. Maar weet je, het is zelfs zo belangrijk deze avond dat wij normaal gesproken 2 gasten hebben. Ja, wij wilden maar hebben er nu maar 1. Tweede helft willen we kijken. Dus dat gaan wij nu zo direct doen. Ja, je hebt groot gelijk. Jij ontzettend bedankt. Dankjewel. En kom we over een tijdje nog eens terug. Dat is goed afgesproken. Graag. Ja. Hartstikke leuk. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Volgende week zijn wij in Austin, Texas. Als we doen een uitzending. Hebben we daar een uitzending vandaag? Ja, Martinez toch? Martinez, gaat hij nog door? Ja, Martinez door. Zegt dat hij doorgaat. Live dus, om 9 uur dinsdagavond. Dinsdagavond. Vanuit Austin. Zo is het. Tot ziens. Nederlandse tijd, 9 uur. Ja. Dag. Ja.